Daarvoor ieder van u vandaag 8 september, dinsdag, viert de kerk het feest van Maria geboorte. Het is een belangrijk feest in het kader ook van de komst van Jezus. Zonder de geboorte van Maria zou Jezus ook niet kunnen komen, omdat Maria was uitgekozen om de moeder van Jezus te worden en de moeder van ieder van ons. Daarom is dit feest vandaag een feest waarin wij een heel bijzondere betekenis kunnen vinden, verborgen al de komst van Jezus in ons leven, in ons hart, in onze geschiedenis. Laten wij dan onze harten openen en de Heilige Geest vragen om ons te laten duiken en ontdekken de mooie parels van de lezingen van vandaag, de mooie boodschap die God richt tot ons door de Maagd Maria, door haar getuigenis. En de keuzes van de lezingen, je ziet in het compendium dat er twee keuzes zijn. Ofwel uit de profeet Micha, ofwel uit de brief aan de Romeinen. We gaan kiezen om te lezen de eerste keuze, maar ik ga wel een rode draad geven over de tweede optie. Daarna hebben we een psalm en het evangelie volgens Matthäus, dat wij ook gaan bekeken, maar een beetje aangepast omwille van de grote lijst die wij gaan vinden. Maar wij gaan beginnen dan met Micha, een tekst die voor ons laat zien hoe in het Oud Testament, de komst van Jezus en daaronder de komst van Maria al voorgespeld was. Het is heel interessant om die link te maken met het Oude Testament, om de rode draad van de geschiedenis als één geheel te kunnen volgen. Dan de profeet Micha 5. Dit zegt de Heer: Hey Bethlehem, Ephrata. Het kleinste onder Judas geslachten. Uit u zal geboren worden. Hij die over Israël moet heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong. In lang vervlogen dagen. Daarom zal de Heer hen niet langer overlaten aan hun lot. Dan tot de tijd dat de moeder haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan neemt hij de macht in handen en zal hen hoeden. Door de kracht van de geest, door de verheven naam van de Heer zijn God. In veiligheid zullen zij wonen, omdat zijn macht zal reiken tot aan de uiteinde der aarde. Hij zal een man van vrede zijn. Hij zal een man van vrede zijn. Hier in deze lezing hebben we de twee mysteries samen met elkaar, het mysterie van Maria en het mysterie van Jezus. En de laatste vers, ik heb de laatste zin herhaald om dat te kunnen naar boven brengen, toont dit mysterie van Jezus. Maar in de eerste twee versen zien wij het mysterie en de discretie van Maria ook hier aanwezig. Bij de eerste woorden zegt de Heer door de profeet: Hey Bethlehem Ephrata. En het is heel mooi omdat Ephrata betekent vruchtbaar. Vruchtbaar. En hey Bethlehem vruchtbaar. Het kleinste onder Juda's geslachten. Deze combinatie hier is heel het kern van deze lezing. De kleinheid en de vruchtbaarheid. Dat is wat Maria voor ons kan betekenen. Een klein, nederig meisje, uitgekozen door God,
Maar die vanuit de genade van God deze grote vruchtbaarheid brengt en bracht voor de wereld door de komst van Jezus, door haar essentie in zwangerschap. Daarna bij de vers 2 zien wij deze verafbeelding, deze voorspelling van de komst van Jezus. De moeder heeft gebaard haar kind. Dat is in verwijzing, deze vers heeft in band met Jesaja, het boek van Jesaja. Jesaja heeft ook de komst van Jezus voorspeld in zijn profetie. Jesaja, hoofdstuk 7, vers 14. Hij zegt ook iets gelijk, ik ga lezen. Daarom heeft de Heer zelf u een teken. Zie, de jonge vrouw is zwanger en zal een zoon ter wereld brengen. En hij zult hem de naam Immanuel geven. Het is een voorbeeld om te kunnen zien dat de profeten ook wat gebeurt in het Nieuw Testament hebben al aangekondigd door Gods opdracht als profetie van belofte. En hier in deze lezing kunnen wij dat werkelijk zien in de richting van Maria en in de richting van de komst van Jezus. Maar het gebeurt alles dankzij de geboorte van Maria. Daarom heeft de kerk dit feest, omdat deze gebeurtenis is een gebeurtenis van de voorzienigheid van God. Zodat wij kunnen de redding door Jezus Christus ontvangen in ons leven. En het is wat de tweede keuze van de eerste lezing voor ons heeft. Romeinen 8, versen 18, 20 tot 30. Die spreekt over deze voorzienigheid van God. Alles gebeurt tot het goede van ons. Ook als iets slecht gebeurt, God kan dat omkeren in iets goed. Dat betekent iets leerrijk. Iets gaat brengen vruchtbaarheid. En dat is ook met Maria gebeurd bij het einde van haar leven. Met het meemaken van de dood en de verrijzenis van de Heer. Zij ook deze passie heeft beleefd in haar hart. Zeker en vast. Daarna de psalm. Het is in psalm 17. Die beschrijft een beetje de eigenschappen van Maria. Psalm zegt zo. Van de moederschoot af was ik veilig bij u. Hey, mijn helper, sinds ze mij droeg. En voor u was immer mijn loflied. Gods hand kon in elk aan mij zien. Hij waart mij de machtige toevlucht. Vervul was mijn mond van uw lof, elk dag opnieuw van uw luister. Het is een mooi psalm, een deel van psalm 70, die brengt als groot punten en groot thema's de loflied tot God en de toevlucht dat wij kunnen hebben bij God. Dat is het beeld van Maria, die was beschermd door God en die beseft zo goed dat wat in haar gebeurt zo groot was en dat zij klein was, maar zo dankbaar mocht zijn daarvoor. En dan komt deze loflied elk daar opnieuw in haar hart. En met de Magnificat zien wij dat het in gebeurtenis in haar leven heel sterk ook om ons te leren deze weg van God loven, God prijzen voor wat Hij is, voor wat Hij doet en voor wat Hij met ons maakt. Die brengt ons tot goede verrassingen, maar vol van de genade van de Heer. Daarna het evangelie. Het is een lang evangelie. Het begint met de geslachtslijst van Jezus. En we gaan een kort vers lezen. Ik raad u aan om dat zelf te lezen. En degenen die kennen iets van het Oude Testament, gaan wel een mooie herinnering kunnen maken van de band tussen
de personages, die staan sinds het begin van het Oude Testament tot Jezus komst. En voor degenen die nog niet kennen, die gaan wel de namen horen en zien. En met de tocht, met de lezingen, zien wij stap per stap deze personages. Het is in cyclus van de lezingen van jaar A, B en C, de drie soorten van liturgische jaren, zien wij ook een beetje in het geheel het verhaal van de redding, de profetieën en de komst van Jezus. En wie het niet kent, gaat wel in de loop van de maanden ook meer kunnen kennen. Wij gaan beginnen met vers 18 tot 23. Het is de beschrijving zelfs van de komst van Jezus, hoe dat gebeurt, ofwel in de zin van Maria, ofwel in de zin van Jozef. Het is de versie van Matthäus. Er zijn andere verhalen, bij Lucas bijvoorbeeld, die anders beschrijft en die vullen elkaar aan en die hebben altijd nieuwe details en het is altijd een verrassing en een rijkdom om twee blikken te hebben op dezelfde gebeurtenis. Dan ik ga lezen van vers 18 tot 23, de kortste versie. De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Omdat Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die tot hem sprak: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen, die hij Jezus moet noemen. Want hij zal zijn volk redden uit hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal hem de naam Immanuel geven. Dat is in vertaling God met ons. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dan wij zien hier deze beschrijving van de komst van de Heer. En hier gebruikt de engel de woorden van de profeet Jesaja, dat wij net hebben ook gelezen in verband met de eerste lezing. En wat is mooi hier is de voorzienigheid van God die hielp ofwel Maria ofwel Jozef om te kunnen beseffen wat gebeurt in hun leven. Zodat Jezus kan verwelkomd worden en ook als zij niet begrijpen kunnen het laten gebeuren. Zonder vrees, maar met een geest van vertrouwen. We mogen vanuit deze lezing van vandaag deze genade vragen voor ons en voor ieder van onze geliefden. Dat door dit feest van vandaag onze harten open mogen staan voor de komst van Jezus in ons, voor de plan van God, zodat wij ja kunnen zeggen en de kleine tekenen van de voorzienigheid van God kunnen zien en onderscheiden. Vragen wij door de voorspraak van onze moeder, de Maagd Maria. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel, God zegen u en fijne dag.